Ik ben Joren van Leijden, kom uit Rotterdam-Zuid. Feyenoord supporter. En lekker gezellig wat daantje biertje drinken, Feyenoord kijken. Ik ben Erik, ik ben hier nu 9 jaar werkzaam bij Café Het Haantje. En het is een echt Feyenoord café. Vroeger kwam Ernst Happel hier, zo nog meer oude spelers. En hedendag draaien er nog voor de wedstrijd super druk met Feyenoord supporters. En we hebben een bus rijden van hier naar de Kuip en van de Kuip weer terug. Die zit altijd vol met elke thuiswedstrijd, dus dat is altijd wel super gezellig. In hoeverre kijk je uit naar de eerste wedstrijd van het seizoen? Ja, dan begint het weer, weet je. Heel de zomer is ja gewoon je normale werk, zeg maar. En als Feyenoord gaat weer beginnen, gaat het weer een beetje kriebelen. Weet je. Je ziet heel veel mensen weer die dan weer, ja, die je 6 weken niet gezien hebt. Weet je, die zie je weer. Dus het is echt, zeg maar, alsof je weer vrienden ziet die hier aankomen. En ik kan me voorstellen als je, het is nu nog redelijk rustig, maar als het wat drukker is, dat je weinig van de wedstrijd mee kan krijgen. Eigenlijk zie ik geen enkele wedstrijd. Ja, je ziet momenten, je ziet de goals, wat zware overtredingen. Maar ja, voor de wedstrijd zitten hier 50 tot 100 man en na de wedstrijd zitten ze hier ook allemaal weer. Dus dan wordt het altijd laat en je ziet weinig van de wedstrijden. Maar de dag daarna kijk je hem altijd gewoon weer terug. Dus dan, terwijl je de eindslag al weet, maar het is minder leuk. Maar kijk je hem dus altijd de volgende dag, kijk je hem zelf thuis terug? Ja, tuurlijk, je hoort wel wat mensen om je heen zeggen, maar je moet zelf ook een mening kunnen vormen. Om zeg maar een paar dagen daarna ook nog met de mensen erover kunnen praten. We worden gewoon weer kampioen. Ja. Ja man.